Dit is AVRO's Beeldenstorm met professor Henk van Os. Ik heb wel eens iemand museumdirecteuren de laatste romantici horen noemen. Nou, dat is toch heerlijk om de laatste romanticus te zijn. Als je probeert te begrijpen wat die persoon daarmee bedoelt, dan is dat vooral dat de museumdirecteur in staat is om een hele beslissende ingreep in het aankoopbeleid te doen. Dat er dingen in een museum komen die er alleen maar zijn omdat hij dat zo wilde. En het is heel opmerkelijk dat de collecties van het Van Abbe Museum zo sterk het stempel dragen van de achtereenvolgende directeuren. Van Edu de Wilde, van Rudy Fuchs. Maar voor mij is vooral één groep werken in het Van Abbe Museum zo opmerkelijk. En die zijn aangekocht door Jean Lering, die directeur was tussen 1964 en 1973. Ik doel op een groep werken uit het constructivisme. En vooral een groep werken van een kunstenaar die heet L. Lissitzky. Hier hebt u bijvoorbeeld zo'n schilderij uit 1919 en het heet Praun. En het is heel interessant om te zien, wij kennen natuurlijk ook dit soort schilderijen die ongelooflijk eenvoudig en elementair zijn. En ja, de eerste naam die dan bij je te binnen schiet is natuurlijk Mondriaan. Maar Mondriaan structureert het vlak. En die L. Lissitzky die doet eigenlijk iets anders. Die is met hele elementaire dingen bezig om ruimte te evoceren. Ziet u dat? Zo'n blok wat daar recht naar je toe komt, ja, dat is zo'n enorm ruimtelijk effect. Het is net alsof het uit dat vlak springt. Maar dat vlak zelf is ook niet eenduidig. Hij maakt het schilderij tot een, ja, tot een bijna kosmische wereld. En er is nog iets mee. Zo'n balk die zo naar voren springt, die associeer je ook heel sterk met architectuur. En dat kon wel als een torenflat van boven gezien zijn, zal ik maar zeggen. Achter dit soort hele elementaire schilderijen ligt een hele diepe behoefte om de wereld weer helemaal opnieuw met principiële elementen op te bouwen. Dat heet constructivisme. En dat was een idealisme wat ontzettend sterk leefde in Rusland met de Russische Revolutie. Daar dacht je, we maken niet alleen de maatschappij nieuw, we maken de kunst nieuw, we maken de architectuur nieuw, we maken de hele leefomgeving nieuw. En als je naar die grafische werken van L. Lissitzky kijkt, dan zie je daar steeds dat het gaat naar theaterontwerp, dat het gaat naar architectuur, dat eigenlijk zo'n schilderij ook niet anders is dan een soort van aanzet tot een ruimtelijke omgeving die hij ook werkelijk in het echt heeft gemaakt. Want de volgende stap is natuurlijk dat je de ruimte gaat articuleren met die hele eenvoudige elementen. En nu is het mooie dat in het Van Abbe Museum een werk van L. Lissitzky uit 1923 is gereconstrueerd. En dat is eigenlijk de hele ruimte in beweging gezet met die elementaire vormen en verbindingen. Voor de ontwikkeling van de architectuur, voor de hele opbloei van het modernisme, zijn dit soort beelden en voorstellingen en ook gedachten van essentiële betekenis geweest. In 1926 kreeg L. Lissitzky van het Provinciaal Museum in Hannover de opdracht om een ruimte voor abstracte kunst te maken. En dat was natuurlijk een gouden kans. En ook van die ruimte zijn gedeelten in het Van Abbe Museum gereconstrueerd. Ik vind dat fantastisch. Want nu denkt hij, ach, ze doen tegenwoordig van alles met tentoonstellingen. Is dit nou zo bijzonder? Nou, in 1926 heeft dat de kijk op tentoonstellen van kunst fundamenteel veranderd. Omdat die wanden niet meer een soort van hangmuren zijn, maar een eigen spirituele aanwezigheid krijgen, waardoor die kunstwerken als het ware in die ruimte zweven. Nou, dat is een idee geweest wat op allerlei kunstenaars en tentoonstellingsmakers in die jaren een geweldige invloed had.
En de plek waar dit soort dingen bedacht en gedoseerd werden, dat was vooral het Bauhaus. En aan dat Bauhaus was ook menige constructivist, korter of langer, hoogleraar. En één van die hoogleraren van het Bauhaus die grote bekendheid heeft gekregen, was Moholy Nagy. En die Moholy Nagy, daar zijn ook weer werken van in dezelfde omgeving in het Van Abbe Museum gehangen. En hier ziet u nu een typerend werk van hem, of in ieder geval van het Bauhaus. Je gaat bedenken dat een schilderij in puurste vorm eigenlijk gewoon linnen is. En dat je eerlijk moet zijn tegenover het doek. Dus geen geprepareerd doek, ongeprepareerd. En daarop ga je ontwerpen. Ruimtelijke dingen, verhoudingen van kleuren over elkaar die diepte scheppen. En ook letters. Want een van de belangrijkste impulsen van dat Bauhaus was dat ook de letter op zichzelf en de cijfer opnieuw aan esthetische beschouwing zou worden onderworpen. En dat de hele leefomgeving, inclusief onze typografie, elementair en nieuw zou zijn. Een van de meest opvallende werken van Moholy Nagy is deze lichtraummodulator. En dat is echt wel een fantastische finale van al die constructivistische werken. Kijk, die Moholy Nagy, dat was ook eigenlijk een hele elegante kunstenaar. Die was niet alleen maar zo principieel als Mondriaan bijvoorbeeld. Die vond ook in dat constructivisme de subtiliteit van nieuwe materialen die zich tot elkaar verhouden. Glas, staal, van alles en nog wat. En dat moest met elkaar een kunstwerk worden wat ook in de ruimte functioneerde en wat ook zou bewegen. Dus het idee is eigenlijk dat je de mens deel laat uitmaken van een nieuwe wereld. Dat idee van wij scheppen een nieuwe wereld, dat is op zo'n positieve en bij Moholy Nagy bijna blije manier aanwezig in dit werk, dat het voor mij althans een fantastische bekroning is voor alles wat Jean Lering heeft gekocht aan constructivisme voor het Van Abbe Museum.